dat BMW de aandacht heeft getrokken met de nieuwe 4X Coupé, ja, dat is nog zacht uitgedrukt. Maar we moeten wel toegeven, die nieuwe 4X Coupé, dat is opnieuw een heel goede auto geworden. Dat kun je trouwens zien in deze video. Maar goed, misschien kan BMW de gemoederen wel opnieuw tot bedaren brengen als dit een heel goede auto wordt. En dit is de nieuwe BMW M4. En het lijkt wel alsof BMW bij elke nieuwe generatie één ding helemaal anders wil doen, zodat wij tijd krijgen om eraan te wennen. In 2014 paste BMW bijvoorbeeld de naam van de coupé aan van M3 naar M4. Toen heiligschennis, nu ligt niemand daar eigenlijk nog van wakker. En nu staat er ook weer wat op het programma. Deze neus is natuurlijk één ding, maar BMW lanceert de nieuwe M4 meteen als gewone versie en ook tegelijk als competition. Dat geldt trouwens ook voor de nieuwe M3, die wel gewoon M3 blijft heten, maar die ook deze imposante neus krijgt. Dat is niet hetgene wat BMW helemaal anders wil doen, maar wel het feit dat die M4 Competition er vanaf deze zomer voor het eerst ook met xDrive komt. Hebben ze natuurlijk afgekeken van de grotere M5, waarvan de huidige generatie een soort uitschakelbaar systeem gebruikt. En dat is niet de enige radicale verandering, want voor het eerst komt er ook, jawel, een M3 Touring. Maar goed, dit is nog steeds de M4 Coupé en meer nog, dit is de basisversie. Geen 510 pk sterke Competition met 8 trapsautomaat dus, maar wel 480 pk en een manuele zesbak. Maar over die motor en aandrijflijn ga ik het straks nog wat uitgebreider hebben, maar nu blijven we nog even aan de buitenkant. Want BMW heeft het visuele verschil tussen de 4X Coupé en deze M4 nog wat groter gemaakt dan voordien. Je kunt natuurlijk nog kiezen voor de nodige carbonpakketten om dat wat extra in de verf te zetten, maar goed, je ziet dat dat eigenlijk niet nodig is, want deze M4 is langer, breder en gespierder dan de 4X. En dan zijn er nog de details natuurlijk, zoals de gespierdere motorkap, het feit dat deze M-versie geen omlijsting gebruikt voor het radiatorrooster en ook horizontale lamellen gebruikt, en dan ook de motorkap. Geen powerdome meer zoals voordien, maar wel een aparte en ook best gespierde motorkap met deze inkepingen. In profiel zie je dan nog de eigen velgen, 18 duims vooraan, 19 duims achteraan. Nu, dit zijn 19 duims exemplaren en 20 duims achteraan, optioneel, maar wel dezelfde afmetingen als de Competition. En daartussen zitten ook nog gespierdere zijschorten. Kijk je dan wat hoger, dan krijg je hier de aparte M-achteruitkijkspiegels met de twee beentjes en dan nog iets hoger het dak uit CFRP. Dat is lichter materiaal en dat maakt het zwaartepunt van deze M4 ook iets lager. Loop je dan nog even helemaal mee door naar achter, dan krijg je hier natuurlijk nog de klassieke kofferspoiler en helemaal achteraan een diffusor met 4 uitlaatpijpen. De Competition versie die doet veel dingen hetzelfde, maar die schildert al iets meer in het zwart. Dit zijn trouwens de standaard M sportzetels, maar je kunt wel nog bijbetalen voor meer hardcore exemplaren in carbon. Die wegen zo'n 10 kg lichter dan deze exemplaren. En ja, voor de rest hangt alles natuurlijk een beetje af van de aankleding. Dit exemplaar houdt het op inzetstukken in carbon na eigenlijk best nog wel sober, maar geloof ons, je kunt het hier binnen best wel schreeuwerig maken. Voor de rest krijg je nog rode accenten voor de startknop en voor deze twee knopjes op het stuur. Die komen inderdaad van de M5 en die gebruik je om je favoriete instellingen voor de motor, de ophanging, de gasrespons enzovoort achter te bewaren. Nu, die instellingen die bedien je voortaan ook veel sneller via het scherm, via een snelknop op de middenconsole, dan via al die aparte knopjes die je vroeger op de middenconsole had zitten. Dan is er nog deze knop, de M-mode knop, waarbij je de rijhulp in 3 standen kunt activeren of deactiveren. En zie je hier die trackstand op deze M4, dan is die eigenlijk optioneel. Op de Competition versie is die gewoon standaard. Nu, die trackstand die maakt deel uit van het M-Drive Professional pakket, waarmee je de tractiecontrole in 10 standen kunt instellen, je rondetijden kunt bijhouden of je drifts kunt laten analyseren. Ik zei het al een paar keer, maar dit is de basis M4. Maar de motor hiervoorin is in C wel dezelfde als die van de Competition. Dat is niet dezelfde motor als in de vorige M4, maar is wel een nieuw blok met een nieuw interne codenaam. S58 trouwens, voor de liefhebbers. En die motor die gebruikt BMW ook in de X3M en de X4M. Nu, in die nieuwe motor zitten 3D geprinte onderdelen, zodat er hier en daar een kilo bespaard kon worden, zodat ook de koeling geoptimaliseerd kon worden en verder werkte BMW ook nog aan de luchtinlaat enzovoort. De
deze manier is deze M4 goed voor 480 pk en 550 Nm. En de Competition die heeft 510 pk en 650 Nm. Zoals gezegd krijg je in de gewone M4 alleen een manuele zesbak en dan sprint je naar 100 km per uur in 4,2 seconden. De topsnelheid die ligt op 250 km per uur, al zijn er in de optielijst wel manieren om die topsnelheid te verhogen. De M4 Competition die is overgeschakeld van een versnellingsbak met dubbele koppeling naar een klassieke automaat en die sprint naar 100 km per uur in 3,9 seconden. Over die manuele zesbak is het nog wel leuk om te weten dat dit de enige V-reeks is die manueel schakelt. Wil je dus die extra graad van betrokkenheid, ja, dan zal je misschien iets moeten inboeten op vlak van prestaties en vermogen vergeleken met de Competition. Maar goed, die 0,3 van een seconde in de sprint naar de 100 en die 30 pk, dat zijn bijna gewoon cijfers na de komma. Die zesbak die schakelt wel lekker kort en stevig en BMW heeft er een automatische tussengasfunctie op gemonteerd die je gelukkig wel kunt afzetten. En eerlijk gezegd, ik kan die extra graad van betrokkenheid wel appreciëren, want het levert effectief wel wat extra rijplezier op. Nu, de motor van de M4 beschikt nog altijd wel over veel meer karakter dan die van de M440i die we een tijdje geleden aan de tand voelden. BMW heeft zijn best gedaan om hem niet te lineair te doen aanvoelen, zodat je toch nog altijd heel mooi toeren kunt maken. En auditief doet hij ook nog wel zijn best, ondanks de strengere uitstootnormen. Al kan BMW het niet laten om auditief toch nog een tandje bij te steken. Ja, en ik heb het al een paar keer over kilo's gehad, maar deze nieuwe generatie M4 is eigenlijk best wel een zware jongen. Meer dan 1,7 ton, dat is eigenlijk behoorlijk veel. Maar goed, krediet voor BMW, want die extra kilo's, die spelen je eigenlijk nooit parten. Natuurlijk is dat extra gewicht wel goed om te weten wanneer je het iets te bont maakt met de achterkant. Maar goed, dat doet deze nieuwe generatie M4 wel iets minder bruut en iets vriendelijker dan de vorige generatie. Nu, in alle geval heb je altijd meer dan genoeg vermogen om met die te veel aan kilo's om te kunnen. BMW heeft trouwens extra aandacht besteed aan de stijfheid, zodat je de overtollige kilo's niet te veel voelt wanneer je de bocht instuurt. En sturen, dat doet hij trouwens net zo precies als je het zou verwachten. Ook heel goed trouwens de remmen, die je trouwens in twee verschillende standen kunt instellen, maar die zijn prima opgewassen tegen hun taak. Je kunt natuurlijk nog extra bijbetalen voor keramische remschijven, bijvoorbeeld als je vaak het circuit opgaat, maar let op, dan betaal je wel flink wat meer. Nu, je wilt tot slot misschien nog even weten wat de rijverschillen zijn met de Competition versie. Maar dat antwoord moet ik je nog even schuldig blijven, want daar rijden we binnenkort pas mee. Nu, alleszins op papier lijken die verschillen zich vooral te beperken tot meer vermogen. En ja, die andere versnellingsbak. En natuurlijk is er nog een verschil in prijs. Voor deze M4 Coupé betaal je €86.300 en voor de Competition versie komt daar nog een goede €7.000 bij en ja, dan betaal je €93.500. Maar ja, natuurlijk, zoals het bij BMW gebruikelijk is, kan die prijs nog hoger oplopen als je bijvoorbeeld betaalt voor keramische remschijven enzovoort. Dit specifieke exemplaar van de M4 heeft ze bijvoorbeeld niet, maar dit is wel al een auto van iets meer dan €100.000. Ja, en concurrenten zijn er uiteraard van Mercedes en Audi. Nu, Mercedes heeft zijn C-klasse op pensioen gestuurd en die nieuwe C-klasse, ja, die heeft nog geen nieuwe AMG-versie voorgesteld, dus daar is het nog even op wachten. Maar Audi heeft wel nog altijd de RS5 Coupé in de catalogus staan en die kost je iets meer dan €90.000. De nieuwe BMW M4 ziet er agressiever en gespierder uit dan de vorige generatie en dat deed ons op voorhand eigenlijk een klein beetje vrezen. Nu, hij is wel krachtiger en sneller geworden, maar gelukkig ook comfortabeler, beter dynamisch en eigenlijk ook iets homogener. BMW kan het dus nog altijd en daar worden wij dan weer gelukkig van.